Het is echt heel klein. Ja. Kijken hoe de omgeving is. Ja. Super lekker smaak. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is woensdagmiddag. En wij zijn in het buitenland. Ja, we zijn, hebben er even 2 uit school gehaald. En we zijn, daar is het bordje waar we zijn. Van het treinstation. Essen. We zijn in Essen. Wij gaan hier lunchen. Gewoon dat we daar zin in hebben. Zin in in? Zin in in. Ik heb gekeken op Google. en we trapken op. Maar we weten niet of er zitplekken zijn. Ik weet het niet zeker. Het is echt heel klein. Ja. Dus we hebben de tas van Louis ook bij. Maar waarom zijn we hier? We gaan even. We hebben natuurlijk de huizentocht gedaan. Die 3 huizen hebben we bezichtigd in Essen. En we hebben er eentje gezien. Geef maar. Kom maar even lopen, want die auto wil eruit gaan. We hebben er één gezien waar we echt van zeggen van nou, daar willen we meer van weten. Dus we gaan gewoon even daar naartoe rijden zo meteen. Met deze 2. En dan ja, even kijken hoe de omgeving is. Ja, omgeving, wat er in de buurt zit. Ja. Dat is eigenlijk net zo belangrijk. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Dat ze maar niet Belgisch praten. Dat ze praten niet Belgisch. Nee. Maar dat is gewoon Nederland. Nee. Kun je gewoon verstaan, hè? Nee. Ah, wel, meske. Vrouwke. Jij mag gewoon Nederlands praten, toch? Ah, wel, manneke. Misschien zijn ze, oh nee, misschien zijn ze dicht, maar er staat geopend. De grote verleiding. Biologische boodschap. Ik moest denken aan de verse verleiding. Misschien moeten we wel een trap kopen om bij de zitplekken te komen. Ja, trapknop. Denk nou een trapknop op, ja. Hallo, wij gaan naar het bos toe. Junior, je schudt de camera een beetje. We moeten wel strak stil houden, hè? Anders worden mensen misselijk. Ja, hey. Ja, Louis, plas lekker. Ik ben Junior het laatste stukje van het broodje nog aan het opeten. Kom, Louis. Kom, lekker. Maar we zijn net even langs het huis gereden. En hier zit een bos bij. We zijn vergeten te filmen, omdat we zelf ook naar het huis keken. Dus we gaan zo meteen, rijden we er nog even langs. En dan proberen we eraan te denken dat we even filmen. En kijk eens, ik heb nu al een mooi tak groen. Ja, en daar is natuurlijk wel heel mooi dat je zo dicht bij een bos zit. Want dat is 1 minuut vandaan. En ik heb een mooi tak gevonden. Daarvoor zijn we hier. Voor takken. We zijn hier voor dennen of een takken. Nou, mooi hoor, zo'n bos. Papa. In de achtertuin, hè? Papa, we kunnen een beetje dennen. Het is geen paddenstoel. Ja, ja, dat is wel. Geen paddenstoel. Jawel. Een zwarte. Wat? Dat is wel grote. Volgens mij is het ook echt een eco-villa. Ja. Volgens mij is het echt een heel groot bos. Zou je het niet? Ja, dan moet je op Google Maps kijken. Ja. Je helemaal zien. Volgens mij is het niet zo heel groot. In de Tesla zag ik zo'n beeld. Nee, joh. En we moeten hier nou gewoon rechts. En dan, het is wel. Oh, hier zijn we, kijk. Er zijn heel veel oude boompjes allemaal. We gaan deze kant op. Ja, het halve week, kijk. Nou, je is niet zo heel groot, toch? Oh, en dit? Dat zijn allemaal huisjes, denk ik. Ja. Ja. Een tak tuffen. Die om mijne, hè? Gaat hij nou nog iets doen? Als hij nog iets doet, dan... Doe ze zo vies. Allebei. Dan heeft hij ook tuffen. Ja, daar is helemaal niks voor nodig. Ja, tuffen. Kijk, dit vind ik een mooie tak. Ja, dat is een mooie tak, ja. Dan gooi ik deze. Ja, de takken worden steeds groter, dan gaan we nu kleiner. Wel even aan de kant leggen, schat, want als er een fietser... Nee, daar eventjes. Als er een fietser komt, die valt daar ook. Terug in de bossen met de tak, wat hij hoort. Ja, een beetje... Ja, mama kan dat ook heel goed. Zo. Je ziet misschien wel een tak voor een ander kindje. Dit is een mooi takkie. Ja, dat is ook een mooi takkie. Maar hij heeft wel een fietser. Oké, nou. Nee, dit klopt wel. Dit is een mooie tak. Kunnen we die thuis in de kachel doen? Als hij wil zijn kachel. Ach, ik kan hem niet. Een stukje is wel. Is die zwaar? Ja. Is het zwaar? Is het niet zwaar? Oké, zo. Kun je hem slepen. Dan heb je een soort Hans en Griet spoor. Kun je hem altijd de weg terugvinden. Ja, zo. Oh, deze. Video. Met die hoek. Kijk eens. Hé, hey, ja, dat is een hele letter van ons. Die is nog zwaarder. Ik zou gewoon deze pakken waar je nou op staat. Oh, kijk eens, groot.
Zo, zelfs zwaar voor mama. Huh? Ik zou gewoon een kleine tak meenemen. Ja, in de die, autopas. Waar je nu op staat. Ja, dat is een hele mooie tak. Naar het bos was 1 kilometer, 2 minuutjes met de auto. De fiets is nog sneller, denk ik. Nou, rijden we er nog een keer langs. En nog een keer een rondje eromheen. En dan, dan gaan we maar naar huis, hè. Over 200 meter. Deze is ook mooi. De bestemming zal aan de linkerkant zijn. Dat is echt heel dichtbij. Er zit er een achter ons. Bel er maar niet uit. Nou, kijk dan maar even goed, Madelief. Hier aan de linkerkant is het zo meteen. Naar de huis met die bus. Ja, met die punt, met die puntboompjes hier zo. Dan moeten we even links afslaan. Ja. Uw bestemming is aan de linkerkant. Het is al een beetje te druk, mijn man. Dan ga ik expres extra langzaam rijden. Oké, dit kan laten zien. Is dit het huis? Dit is het. Ja, dit is het. Echt vies huis. Slaat dat nou weer op. Een kleutertje. Dit is echt een kleuteropmerking. Dat is een ik wil iets zeggen om te zeggen. Ja. Zeg je dan. Nou gaan we even draaien. Ja, die tuin loopt dus helemaal tot daar. Tot aan het groene hek. Ja, die ging Sofie helemaal bijhouden, zei ze. En dat is gewoon gras. Ja, ja. Oh, ik moet er eentje langs. Ik denk die is verkeerd gereden hier in België met het Nederlands kenteken. Nou, we willen er nog 3 langs. Het was allemaal. Het is net allemaal sloot hier. Het is allemaal gras daar. Dus daar is met zo'n automatische grasmaaier wordt er vanzelf bijgehouden. Ja, deze vinden staat dus in onze top 2. En welke is de top 1? Nee, in onze top 2. We hebben gedeeld de eerste tweede plek met eentje met een ander huis. En volgende week gaan we nog een ander maar huis. Maar we hebben ons huis toch niet verkocht en we hebben tijd zat om te zoeken. Dus we blijven lekker zoeken en dan gaan we lekker zo even kijken gewoon overdag hoe dat het is. En dan kun je alles een beetje op een rijtje zetten. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, niet alleen. Ja, dat hebben we bij het andere huis ook al gedaan. Ze ook al een paar keer gewoon op allemaal verschillende tijdstippen langs gereden om te kijken of het druk is of... Hoe lang zouden we erover doen? Zo willen we dat een beetje doen. Ja. Er is niet zoveel keuze voor ons, want we hebben toch veel slaapkamers en veel ruimte nodig. Mijn Madelief die zegt al, ik wil niet met iemand op een slaapkamer. Dan heb ze daar niks over te zeggen. Maar... Ik snap dat wel. En naar ons huis in Oudenbosch, vanaf hier 23 minuten. Dat voor mij vind ik dat altijd wel net, dat is wel een nadeeltje. Dat is wel een minpuntje. Ja, vooral voor het bakken bij jou, toch? Ja. Nou, misschien dat het voor die kinderen binnendoor met de scooter wel korter is, hoor. Wat wel heel veel vrienden van mij zeggen, die dan altijd een half uurtje naar hun werk moeten rijden, die zeggen dan altijd, ik vind dat juist fijn. Even gedacht op nul, even bellen. Want dan heb ik even mijn gedachten op nul, gewoon even lekker in de auto, radio aan, elke dag even een half uurtje heen, een half uurtje terug. Ja, dat weet ik niet, natuurlijk niet hoe dat daar is, maar als wij wel eens weg moeten en ik moet file rijden, vind ik echt verschrikkelijk. Maar ja, dit zal geen file rijden zijn, nee, zeg maar. Nee, is geen file rijden. Nee, want ik rij op tijden dat er geen files zijn. Ja, ja, in principe werk je 2 dagen vast. Nou, is er al... Ben je er wel veel vaker. Maar... Ja, het is ook vaak natuurlijk wel even afspraakje, even dit, even... Want nou, vanmiddag heb ik nog een sollicitant banketbakker. Er is een nieuwe horecazaak in Oudenbosch die opent. Ja, daar kan ik ook een afspraakje mee maken. En anders moet je daar speciaal daarvoor naartoe. Ja, maar dan plan je ook alles achter elkaar. Dan probeer ik nou ook dan een beetje... Ja, maar dat heb ik nu ook al gedaan. Ja. Ja, dus dat vind ik wel van dit. Als het tussen Oudenbosch en Roosdaal had gestaan, dan, stond hij op nummer 1. Wat het andere huis is, die nummer 1 en 2. Dat weet je al, daar zijn we al langs gereden. Zullen we nog even langs rijden? Ja. Ja? Nee. Zo, die kunnen we niet laten zien, want hebben wij niet gevraagd of we die mochten laten zien. Dus die blijft nog even geheim. Hadden wij gewoon ook al moeten vragen, maar ja, weten we nou. Dus we vragen nu elke keer bij de makelaar, mogen wij de buitenkant van het huis laten zien. Dat is eigenlijk wel slim om ja te zeggen, want dan kunnen andere mensen ook denken. Ja, dat zeiden wij ook al. Ja, maar bij die zijn we er niet aan gedacht om dat te vragen. Nee. Goed. Dus nu vragen we het voortaan. Maar dan rijden wij daar voor jullie nog even langs. En dan kunnen jullie zeggen van ja of nee. Ja? Ja. Ik ben net thuis. En ik heb nu
Ja, en ik krijg te horen hier dat Eline met Junior boodschap is gaan doen. En jullie hebben voor mama bloemen meegenomen. Jij, als verrassing. Laat ze zien hier. Laat ze eens goedkeuren door de meiden. Hier de mobiele eenheid. Hier zit onze mobiele eenheid in de stoel. Kijk mooi hè, voor jullie mama. Hè? Ja. Ja. Zullen wij ze even, zullen wij mama, ga jij mama verrassen? Doe ik jou stiekem filmen. Kom. Kijk maar eens. Oké, hier verstoppen. Zou ik me bellen? Oh ja. Komen? Mama! Sophie, kan je komen? Op de wc. Ja, dat kan. Kan ook van niet. Maar ze zei ook dat ze klaar is. Misschien is ze wel de was aan het opvouwen ofzo. Of, ja, dat kan. Dat kan ook. Zullen we even gaan kijken? Nee. Ga je even stoppen. Mama, waar ben je? Dat ik in de groep heb gestuurd. Ja, je kon kiezen. Zoete aardappel of ik had zoete aardappel gekozen. Ja. En welke is het geworden? Ja, ik zou dan voor iedereen gewoon kopen wat hij wil. Maar ik heb voor Guusje en voor mij zoete aardappel en voor de rest. Oh, ik heb ook zoete aardappel gekozen. Ja, ik vind dat ook zo lekker zoete aardappel. Ja. Maar ik eet niet mee. Waar gaan jullie naartoe? We gaan naar de Griek. Mooi. Lekker hè? Kijk, we moeten een gegeven. Ik vind het van niet, maar... Wat doe je nou? Niks. Heb jij gewoon een aardappel? Ja, wij gaan... krijg ik nog steeds wel eens reactie, waarom gaan jullie zo vaak uit eten? Wij gaan proberen elke woensdag proberen wij uit te gaan eten met z'n tweeën. Maar het is tegenwoordig altijd met vrienden, want vanavond gaan we ook met een ander stel. Maar ja, dat doen wij gewoon om ook even gewoon samen erop uit te zijn. Dat vinden we heel belangrijk. Ook nog daar tijd naast ons gezin. Dat we die ook nog hebben. Want jullie gaan ooit ons verlaten. Hè? Dan zijn wij nog maar met z'n tweeën. En dan moet dat ook nog goed gaan. Hè? Dan gaan jullie ook samen wonen ofzo. Of op jezelf wonen. Wat is jouw droom daarin? In wat? Later? In wat? Als je, oud, als je groot bent? Als je 40 bent? Waar je dan wil staan ongeveer? Hoe bedoel je? Nou, als je 40 bent, waar wil je dan? Een rijk zijn. Hoe? Een rijke man trouwen. Oh. Ja hoor. Ja, hoor. Ik wil miljonair zijn. Oh. Gelukkig. Gelukkig heb ik En jij junior, als je 40 bent, dan met papa en mama wonen. Waarschijnlijk wel. Zo papa mama. Bij papa, ja. Bij jullie wonen oh, en nog in de bakkerij beginnen. Moet je... En Eline, wat zou... droom als je 40 bent? Eigen bakkerij. Eigen bakkerij. Moet je nagaan als Eline gewoon... En wat is dan wat is jouw product in de bakkerij? Nee. De standaard thuis. Papa, heb jij papa papier? Papa, pak een papier. Zal ik hem niet zien, maar die zal wel thuis zijn. Oh, zo is hij mooier, ja, zonder papiertje. Laat die cake zien die je gemaakt hebt. Er is wel een stukje vanaf. Mijn. Roomboter cake. Roomboter? Ja. Daar ga ik lekker, er best even van maken. Ja, dat hoort eigenlijk niet van cake. Dat hoort eigenlijk van suiker. Dat is wel lekker. Oh, je hebt een ciabatta gepakt. Doe je mijn pinsa's van vandaag ook nog iets? Gehaald, zo'n pakkerij. Ja, gepakt zei ik. Ook. Doe je nog wel met mijn pinsa's ook, of niet? Ja, dat zou ik eigenlijk beter kunnen doen. Ik heb al 10 bestelde pinsa's voor zaterdagochtend. Zaterdag? Ja, zaterdagochtend 10 pinsa's bestellen. Voor? Jesus. Ja, tante Iris. Dacht ik al. Die appte mij. Mag ik een stukje cake? Nou, het is zo lang wachten op je moeder. Ze komt niet, denk ik. Je moeder. Je moeder. Ik ga maar even roepen hier. Zullen we er naartoe gaan? Mama! Oh, kijk. Kom je? Mama. Kom je? Daar kom je! Ja, bijna! Hallo! Junior heeft een verrassing. Wauw! Uitgekozen! Dat is mooi! Loepjes! Wauw! Heeft je samen met Eline gedaan? Van hem krijg je ze wel, hè? Ja? Ik heb ook bloemen. Dat is mooi! En wie heeft dat betaald? Eline, maar ik heb ze uitgekozen. Voor al was geld. Ja. Maakt niet uit. Nee, dankjewel, liefje. Heel mooi.
Ik ga ze in het water zetten. Mama vindt roosjes heel mooi. Dat zijn we. Ja, dat weet ik. Het is wel leuk die al die kleurtjes, ja. Ik wist niet dat dat komt zo. Ja, want deze, kijk. Ja, die zijn bijna klaar, ja. Die zijn klaar? Ja? Dus deze, ja, hier. Dan kun je mooi dat groen mooi daar tussen steken. Oké, okay, wij gaan lekker eten en Eline heeft iets super lekkers gemaakt. Ja, ik dacht ook al. Wij gaan eten en Eline heeft iets super lekkers gemaakt. Nou, wat heb je gemaakt? Nou, ik zal het even laten zien. Kom maar, Floor, met je bord. Nou, je hebt op TikTok zo, zeg maar, sput, man. Ik weet niet wat het betekent, maar... En dan heb je, zeg maar, zo'n lekkere aardappel. Dan doen jullie even doorsnijden. Zo. Beetje boter erop. Nieuwe zakkaas. Zo. Beetje kaas. Dan gaat het zo lekker smelten, de kaas, want de aardappel is super warm. Zo. Wil je lekker boontjes? Ja. Niet te veel. Zoiets? Ja. Deze? Ja. Zo. Mais? Nee? Uitjes of een agurk? Zo. Spekjes? Een beetje. Ja, zo. Guacamole? Nee. Nee? Alsjeblieft. Dank. Alleen Lout is nog op school, dus ik heb... Kijk, super lekker. Vind jij het lekker, Junior? Jij staan? Super lekker. En Molly? Ja, ik kan een beetje zacht doen wat je lekker vindt, hè? Dus, Ja. Nou, wij gaan lekker eten, hoor. En jullie mag mee